mensen van een gamekanaal. We zijn vandaag weer terug met Heavy Rain. En we zijn bij deze man waar we met Scott Shelby was zijn naam volgens mij, denk ik. Ik vind dat steeds altijd, dit vind ik zo creepy dat je dan zo'n twee van die ogen hebt van ik kijk in je. Heb jij snoepjes bij je? Want ik heb wel zin in een lekkere track drop. Ik doe even mijn scherm verplaatsen. Oh ja, we zijn bij Hudson's Winkel. Zo heette het op mijn PlayStation al, hè? Ik verzin die naam. Ik ben benieuwd naar zijn stem. Serieus, dat is echt zo'n enjoy moment. Avond. Goedenavond, meneer. Oh god. Hey. Hij moet opruimen hier. Wat kom ik hier halen? Ik loop wel leuk in de winkel, maar... Oh, hé. Hey. Nee. Vind je het gek dat je daar niet in kan? Staff only, hé. Hey, ligt hier... Oh, hé. Hey. Ik heb er lekker zin in een lekkere snack. Nom. Oh. Zien jullie dat tijdschrift? Die man heeft een zonnebril op. Nee, ik krijg niet wat. Ik moet gewoon naar de balie gaan en vragen of hij kroketten heeft. Hallo, mijn naam is Scott Shelby en ik zoek kroketten. Oh, ik loop de winkel ongemakkelijk uit. Kan ik u helpen? Oh. Ik hoop het. Mijn naam is Scott Shelby, ik ben privédetective. Ik doe onderzoek naar de origami killer. Ik wil u wat vragen stellen. Mijn zoon is dood, meneer Shelby. Meer valt er niet te zeggen. Ik vind deze game echt racistisch worden, jongens. Meevoelen. Ik heb ook iemand verloren. Ik weet wat u voelt. Dan begrijpt u ook dat ik er niet over wil praten. Wat fuck jou dan? Sean redden. De moordenaar heeft weer een kind ontvoerd. Een 10-jarig jongetje. Zoals uw zoon, Reza. Ik heb 4 dagen voordat we zijn lichaam op een braakliggend terrein terugvinden. Iemand heeft iets gedaan om mijn zoon te redden. Iemand? Wat? What the fuck? Doet. Verstonden jullie dat nou ook? Alsjeblieft. Ga weg, meneer. Hij zei iemand. Ik zweer het. Oh, verkoopt u Ventolin? De mijn is op. En dan ga ik tenminste niet helemaal met lege handen naar huis. Achter in de winkel. Rechterkant. Nou, bedankt. Oh. Oh my god, donuts. Klote astma. Ik krijg geen lucht als het regent. Hudson. Jammer dat hij niet wilde praten. Misschien wist hij wel iets. Waar staat zijn... Oh, hier. Astma. Goedenavond. Wat? Hij maakt niet eens de zin af. Bent u op zoek naar een specifiek artikel? Geef me wat er in de kassa zit. Oh. En je hoeft niks te proberen. Bam. Open de kassa, domme lul. Leg het geld op de balie. Shit, ben je doof of zo? Ja. Doe je niet die gang. Want daar lagen chips. U heeft niet het recht om dat geld te stelen. Ik heb er heel hard voor gewerkt. U mag het niet hebben. Ah, wat een... Oké, godverdomme. Hey. Ik zei, kom hier, nu! Hey, broeder. Sta stil! Handen omhoog! Maar ik heb last. Verdomme, die handen omhoog of ik zie het! Jeez, relax man. Dit is mijn Hudson'se winkel. Naam. Ik heet Scott. En jij dan? Wat is jouw naam? Andrew. Mijn naam is Andrew. Oh, hey Andrew. Is er iemand in je leven waar je om geeft? Vriendin misschien? Kinderen? Ja. Een klein meisje. Ik heb een dochtertje. Hij klinkt een beetje als Theo Maassen. Wat zou Jessica denken als hij hier zou zien? Oh, nee. Ben je doof? Ik zei handen omhoog. Ze zijn toch omhoog? Ik waarschuw je. Ik schiet. What the fuck, man? Scott, wat doe jij? Je verneukt het nog met ons. Redeneren. Luister, het is het niet waard. Inderdaad. Leg je pistool neer en loop gewoon weg. Jij geeft mij advies? Ik geef jou verdomme advies. Om mijn handen omhoog te houden, dat is... kalmeren.
Geen paniek, blijf gewoon kalm. Niemand hier wil je iets aandoen. Als we nou allemaal rustig blijven, dan komt alles helemaal... Ja, het is oké, man. Alles komt helemaal fucking goed. Ja, man. Dat is niet... Ik wil je helpen. Je wil niet echt iemand doodschieten, of wel? Ik weet zeker dat we dit kunnen oplossen, oké? Oh, hé, hey, aha. Je hebt nu nog niets ernstigs gedaan. Ah, ik snap je plan. Vergeet wat er net gebeurd is en is de kous daarmee af. Loop gewoon weg. Niks ernstigs. Shit, man. Wat de fuck denk je dat ik hier aan het doen ben? Een overval? Handen! Niet geprobeerd. Nee. Ik was er bijna ingetrapt in dat gelul. Nee, nee. En nu wil ik het geld. Ik ga tot 3 tellen. En ik ga jouw hand pakken. Geef me je hand. Doe het. En ik pak jouw andere hand. En dan druk ik op rondje. En dan sla ik jou in je gezicht, jongen. Sukkel. Denkt Hassan zijn winkel te gaan overvallen? Dacht het niet, hè? Hij kon gewoon weg. Duizendmaal dank, meneer. Graag ik weet niet wat er zou zijn gebeurd als u er niet was geweest. Dan was je geld ben kwijt ik niet geweest. Niks gekomen. Fijne avond. Toen mijn zoon, Reza, was verdwenen, ontving ik een brief met daarin een bonnetje voor een Klaus. In de Klaus vond ik deze doos. Ik weet niet wat hij ermee wil zeggen, maar ik denk dat het een soort boodschap is. Van de man die mijn zoon heeft vermoord. Mag ik? Serieus. Ik begin me echt te ergen aan die man zijn accent. En dan niet in een racistische manier, maar hoe het bij hem zo erg is gedaan. Hier, neem deze doos. Wie weet wat u eruit kunt afleiden. Nou, dat hij een grote ik kon er mijn Reza niet mee redden. Maar misschien kunt u er de andere jongen mee vinden. Dat weet ik maar niet. Jeez. Waar is dat? Die dief dus... What the fuck? Meneer Shelby. Van Asma. Ik begon al te denken dat goedheid niet meer bestaat in deze stad. Je bent je astma vergeten. Maar ik zie nu dat ik het mis had. Oh my god, hij is zijn astma vergeten. Oh nee. En zo eindigt het dappere avontuur van Scott Shelby. Een privé detective. Oké, oh, zij is nieuw. Dit is mevrouw Durp. Durpina. Woensdag. Holy shit, man. Wat doet zij zo laat nog op? Je moet slapen. Je moet in je bed liggen. Slaap je slaap doen. Niet wakker zijn of zo. Of slaap zijn. Ik denk dat zij wakker is, hoor. Oh, ze is nu wakker. Oké, onderbroekenvrouw? Ja. Onderbroekenvrouw. Oh god, als we nou maar niet moeten gaan censureren, want dan moet ik iets gaan zoeken wat toepasselijk is. de zapper. Pak de zapper. Zet de tv uit. Klik. Ruis is weg. Wat is dit? Arm. Oh, hoe laat is het? Het is... tijd om niet de tijd te kunnen te lezen. Jullie kunnen een pauze zetten, hè? De video. Kijk hoe laat. Ik ben steeds te laat. Oké, wat moeten wij hier doen? Moeten wij niet in broek of zo aan? Dit lijkt mij best wel koud zo in je huis. Oké, we gaan eens rondlopen. Dat is de tv. Hallo tv. We gaan weer naar de buren toe. En wij buren. Kan die deur open? Deur open. Wat? Oh, dit is de badkamer. Nou oké, dan zijn we in de badkamer. Een verfrissing. Ja, je bent toch om 2 uur wakker, kan je maar net zo goed de kraan aanzetten. Oké, eens kijken. Ja, het is 2 uur. Het is... Hoe kan zij nog zo vrolijk zijn in de... Klik. Klik. This game. It's so awesome. You can turn off the light. Wat de... Ik zie niks. Oh. Pillen. Volgens mij moet ik die klote pillen niet meer nemen. Heet water. Ik moet iets warms drinken.
Ik hoop dat ik uiteindelijk wel in slaap val als ik bezig blijf. Je bent toch bezig? Douche. Een lange hete douche. Daar val ik wel van in slaap. Oeh, tralala. Oh. Jongens. Sensor Gijs moet denk gaan komen. Dit is niet geschikt voor minderjarige jongetjes. Ja, dit. Hier moet de sensor in. Dus mensen, hier gaan jullie nog een hele leuke sensor tegenkomen. Volgens mij vast iets met katten of zo, denk ik. Iets heel stoms, denk ik. Nog meer katten. Oh my god, allemaal katten die ik nu niet zie, dus nu lijkt het heel stom. Ik zie ze wel. Oh. Oké, genoeg gehad. Warm genoeg geweest. Oh my god, nu moet ik allemaal dingen gaan censureren. Jeez. Het is allemaal veel... Oh god, meen je dit? Masturberen met mijn controllers. Ja jongens, het ziet er echt zo debiel uit als je dit doet. Je moet echt die controller moet je dus... ik pak hem meestal in het midden. Dit gaat zo fout. Ik denk, ik pak hem in het midden vast. En dan schud ik hem op en neer. En dit klinkt zo fout. Oh my god, ik ga gewoon één lange kat toevoegen. Ik ga longcat toevoegen, zo over heel de scenes. Oké, daar hebben we ook weer gehad. Nou, wat nu? We hebben die stomme poepdouche gehad. Naar bed gaan. Oh, die slapeloosheid. Ik ben kapot, maar kan nog steeds niet slapen. Oh, what the fuck? Waarom trilde... Mijn controle trilde. Oeh. Tralala. Oké. Ja. Ik heb zo'n idee dat er hier nog iets gaat gebeuren. Oh, hé, wat hebben we hier te lezen? Het is... Oh my god. Het is het rode blad. Wat? Oh my god. Oh my god. Pauze! Wraak, mensen. Nee. Nou wordt het spannend. En nou ga ik hem lekker op pauze zetten. En nou moeten jullie een aantal dagen wachten. Dus ja, dit... Hiervoor gaan jullie me haten, ik weet het. Ik weet dat jullie dit niet leuk vinden, maar ik wel. Want ik kan zo meteen nog verder gaan spelen. Oeh, en dan weet ik wat er allemaal gaat gebeuren. Nou mensen, dit was het weer voor vandaag. We gaan lekker met een keiharde cliffhanger gaan we stoppen. Ik geniet hier echt van, hè. Want jullie moeten nog gewoon een aantal dagen wachten. En ik ga gewoon zo meteen eventjes verder spelen voor vrijdag. Oeh. Dus mensen, dit was weer. Laat weer een leuke reactie achter. Ik vind nog steeds echt super top. Al die reacties, zelfs op mijn Twitter. Echt toppie. Echt een duimpje omhoog krijgen jullie van mij. Jullie zijn mijn helden voor vandaag. En voor vrijdag, zaterdag, zondag en heel de week. Jullie zijn de weekhelden van één game kanaal. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Derp moment. Vergeet niet te abonneren. Eens kijken. Wat hebben we... ja, dat was het denk ik. En ik zie jullie vrijdag weer met weer een spannende aflevering van Heavy Rain. Oké, dat was.